Ben jij op zoek naar een nieuwe voederaal voor je Sonic Extractor hengels? Blijf dan kijken. Ik ben Rogier van kaapwild.com en in deze video vertel ik je alles over de nieuwe 3-rod voederaal van Sonic. Sinds uitschuifbare hengels ook steeds populairder worden, is het natuurlijk belangrijk dat je daar ook een goede voederaal voor hebt. Was er altijd al de 2-rod voederaal voor de extractor hengel van Sonic? Voor dit jaar is er een 3-rod voederaal en dat is echt zeker een hele vooruitgang. Ik ga jullie eventjes laten zien wat de kenmerken zijn van deze voederaal. Dit is de 9-voet variant. Je hebt hem ook in een 10-voet variant. En wat meteen al opvalt is dat er echt hele grote molenvakken op zitten. Sonic heeft daar goed naar geluisterd, want van heel veel merken voederalen zijn vooral de molenvakken relatief klein. En ook wij merkten natuurlijk bij de klanten dat de vraag naar een voederaal waar echt goede big pit molens in konden, dat die er eigenlijk nog niet was. Dus Sonic heeft daar goed op ingespeeld. De 3-rod voederaal, grote molenvakken, dus ja, dat is eigenlijk meteen al een pluspunt. Uiteraard is deze voederaal ook voorzien van externe vakken. Ik ga jullie eventjes alles een beetje losmaken hier. Hier kun je zien dat er een groot vak in zit voor je schepnet, waistling, eventueel nog palen voor je landingsnet of stormpalen. Hier zou ik het schepnet in doen. Aan deze binnenzijde op de rug kan er een waistling gemonteerd worden. Het net gaat eroverheen en door middel van de banden met bukkelbevestiging zet je ze makkelijk vast. Aan deze buitenzijde hier kun je zien dat ik hier er eventueel zelfs nog een 4-voederaal geplaatst kan worden. Dit is een single rod sleeve, dus 3 hengels in het main compartiment. En aan de buitenzijde nog een 4e hengel. Zeker voor de jongens die naar Frankrijk gaan is dat natuurlijk wel makkelijk. Je klikt hem gewoon aan, flitterbandje, heel makkelijk. En je hebt jouw 4e hengel bij je. Maar ook zo weer af, zodat je hem eventueel ook gewoon los mee kan nemen. Nog wat bevestigingspunten hier, een loodvakje. Hier kun je eventueel nog wat kleine banksticks in kwijt en dergelijke. Ja, wat ik al aangaf, hele grote molenvakken aan de voorzijde. Allemaal netjes separaat gevoerd, dus alle hengels liggen mooi apart van elkaar, beschermd. Dus ja, zeker de moeite waard. Heb jij nou Sonic hengels en zoek je een voederaal voor 3 hengels? Dan is deze zeker het overwegen waard. Uiteraard hebben ze ook in de 2-rod variant. En zijn ze eventueel te gebruiken voor overige merken. Dus kortom, de perfecte voederaal. Vooral om de grote molenvakken natuurlijk en de hoge mate van beschermdheid. Dus maak je bestelling compleet. Kijk welke voederaal het beste voor jou van toepassing is. Kom je er niet uit, dan kun je ons altijd bellen natuurlijk. Dan gaan we samen kijken wat voor jou de beste toepassing is. En anders maak die bestelling compleet. Dan zorgen wij ervoor dat deze voederaal snel naar je toe komt.